ik wil ook van deze kant aan de samenleving doorgeven wat ik vanochtend heb meegemaakt hier in het nestgebouw. Op een gegeven moment waren die mensen bezig te tellen. En die afspraak is dat tot 11 uur dat men niet meer zou tellen. 12 uur kreeg ik bericht van voorzitter, kom snel naar hier, dozen worden weggedragen. Kom snel. En we kunnen niks aan doen, we zijn boven, we kunnen niet naar beneden. Ik zeg maar, wat is dat? Kom snel, rijd snel naar hier. Dus ik rijd naar hier. Ik kom exact dat DC, nergens daar buiten zitten. Twee wagen waren hier, aan die achterkant, probeerden die doos wat ze hebben meegenomen naar binnen mee te nemen. Maar die mensen waren zoveel te filmen en zeggen van, we hebben gezien, jullie gaan met die dozen weg. Dus dat ding is nog even aangehouden. Ze hebben alle dozen daar in de kamer daar, hebben ze die dozen gezet. Dus ik kom, ik zeg, DC, wat is aan de hand hier? Die mensen zeggen dat de dozen zijn meegenomen. En ze hebben gezegd, hoe kan dat? Kijk, dus alles is afgekrendeld, niks kan weg. Ik zeg, ja, maar dat zie ik ook, maar die mensen hebben me gebeld, overstuurd. Wat is aan de hand, DC? Nee, man, bravo, niks op sa. Weet ik, DC is ernstig. Er is niks gebeurd. Toen zijn al die mensen naar daar gekomen. Zeg, bravo, Maile, kijk op mijn video, kijk die mensen die mee meegenomen. Ik vind dat telefoon, een van de personen heeft die telefoon gekooid, heb ik gezegd, DC. Maar kijk, die mensen hebben dozen naar binnen gebracht. En ik ga naar binnen, ik ga kijken naar binnen. Nee, niemand is bevoegd. Ik zeg, ik ga naar binnen. En ja, toen zijn allemaal, ja, bravo, go. Ik zeg, deze, ik ga naar binnen, ga kijken. Nou, maar mijn bus is niks binnen. Na een minuut zo halen en getrekt, zeg van, er waren twee dozen gebracht, maar zijn procesverbalen. Weet dat, maar je hebt me gezegd, dat zijn geen dozen gebracht. Ik kan nu naar binnen gaan kijken. Dus ik liep naar binnen en hij zegt, oké, jij alleen mag naar binnen. Dus ik ga met hem naar binnen en we hebben een inspecteur daar gezien. Ik zeg, inspecteur, je moet met mij naar binnen komen, want er zijn dozen daar. Dus Hugo, daar aangekomen, zag we die dozen zijn open. Ik zeg, procesverbaal, alles is open. Ik zeg, maar wat doen deze dingen hier? Ja, we dachten, we moeten die dingen hier brengen. Terwijl we al die informatie hebben gehad dat ze alle procesverbalen gaan meenemen en dat er geen procesverbaal zou zijn vandaag en dat alles in de war zou zijn. En ik ben hier gebleven. En nadat dit plaats heeft gevonden, hebben ze gezegd, ze gaan het gebouw in brand steken. Ja, gisteren was het met mensen met tanken hier om te komen met twee auto's van de NDP. Ze waren daar. En ik zei, ik ga hier niet weg. Toen hebben we die brandweer gebeld, brandweer zal komen, A-team. We hebben iedereen gebeld om versterking. Dus ik ben hier gebleven tot over twee. Maar inderdaad zijn we gegaan, ik zeg, maar die zee. Deze dingen gaan weer naar voren. Je gaat alles naar voren brengen. De politie was erbij. Zeg, al deze met hoe je die man, ik weet niet hoe om die. Nee, was niemand van OKB erbij. Acton, ja, zo heet hij. Abigiski mooi. Hij was binnen. Ik zeg maar, wat doen die dozen hier, jongen? Alles was open. En ik had zien proces op, dus ik weet niet of ze de verandering hebben gebracht. Dus dat gaan we zien, want de OKB heeft alles genoteerd. En toen hebben we die dozen genomen. Ik zeg, alle dozen gaan weer naar voren. Die dozen zijn naar voren gebracht. Niet dat je een plakband hebt. Hebben zelf dikke plakt, alles weer dikke plakt. Op dit en dat. Dus die mensen zijn bezig om fraudehandeling te plegen. Maar waarom, als alles daar is, waarom moet je dat binnenbrengen? En terwijl die DC maar doodleuk zegt, nee, niks is naar binnen gebracht. En nadat ik hem die foto, dit video heeft gewezen, heeft hij toegegeven. Dat die dingen, die dingen waren onder begeleiding van de politie naar daar. Maar dat hebben we niet gezegd in het begin. Dus Suriname, laten we alert zijn. En laat precies wat de voorzitter van de VAP zegt. Laat OKB mensen hier laten. Want niemand van OKB was hier. Niemand, geen enkele orka's. Die mensen die niet daarboven waren gedistanceerd om te slapen, hier te slapen. Hadden we niks gezien. En als die procesverbalen verdwenen waren. Wat zouden we vandaag doen? Niks. En ik heb die informatie al van tevoren dat ze die proces voor elkaar gaat komen halen. Ja, dus mijn mensen, laten we. Die auto van Wouter Prinsloo. Ja, hoe heet hij? Tino Wouter Prinsloo.
Nee, is de zoon van hem, hoe heet hij weer? Walter. Hij was hier. En opa. Hij was hier. Dus, nee, hij was niet binnen. Hij probeerde binnen te komen, maar al die mensen schreeuwen daar. Dus hij kon niet. Hij zou die dingen meenemen volgens mij. Dus wat is gebeurd is ernstig. En ik heb de voorzitter van de VIP gevraagd. Laten we juristen vragen welke stappen we kunnen ondernemen. Dat we PG schrijven. Want de politie is getuige. Ik ben met een inspecteur naar binnen gegaan. En wij hebben alles teruggebracht naar buiten. Ik wil de aanvullende informatie geven. Want de coördinator van Wanica die was net bij meneer Assisco Margayadin. En hij had me vanmorgen al geïnformeerd. Dat er ook incidenten waren in het district Wanica. Hij heeft met zijn team gisteravond kunnen ingrijpen. Daar waren al bepaalde processen verbaal al veranderd. De cijfers waren al veranderd. Die heeft men na protesten dan weer gecorrigeerd. En de bedoeling was dat ze vandaag om 11 uur uitgenodigd zouden worden om foto's te maken van al de processen verbaal die aangeplakt waren. En nu komt hij me net doorgeven dat datgene wat vanmorgen zou plaatsvinden, dat men nu dat niet meer door zal laten gaan. Dat men de gelegenheid krijgt om foto's te maken van al die processen verbaal. Zie daar weer, een ander incident in een ander district. Dus dat wilde ik nog even toevoegen. Dus ik weet niet wat verder is gebeurd, of er cijfers zijn veranderd of niet, dat weet ik niet. Want de OKB heeft alle procesverbalen. Dus wanneer een procesverbaal straks zal verschillen met die van de OKB, dan moeten we weten dat die mensen dingen hebben gedaan. Dus in ieder geval, duidelijk gezien is geen verhaaltjes van Facebook dat je mensen kunnen fake news kunnen geven. Dit heb ik live meegemaakt. En ik had het vermoeden, misschien wat ik de mensen doen. Ja, maar als ik niet hier was en al die dozen waren weg, alle procesverbalen waren weg, dan wat zouden we vandaag doen? Deze districtscommissaris, hem vragen we nu om onmiddellijk conform zijn wet en recht op te treden. En zich los te maken van alle andere onzuiverheden om zich heen. En als hij dat niet kan, dan moet hij bedanken, want er is geen vertrouwen meer in hem. We roepen eerst op dat hij zijn werk kan doen. Moet bedanken. Nu moet OKB ingrijpen, ze hebben een waakhondfunctie. En het gaat nu verkeerd. OKB moet nu ingrijpen en niet wachten totdat die dingen daar komen om ze daar al dan niet verbinden te verklaren. Dan is het te laat. Je moet nu ingrijpen, daarvoor ben je awakon. En wat zou OKB in dit geval nu kunnen doen? Onmiddellijk ingrijpen, er is een regering daar. Dat er onmiddellijk met de regering, met de president, met de minister van Binnenlandse Zaken onmiddellijk opgetreden wordt. En als er geen vertrouwen meer is in de districtscommissaris, dat iemand anders aangewezen wordt voor dit proces hier zo. Wij gaan ervan uit dat OKB een wettelijke taak heeft bij deze verkiezing. Ze hebben een waakhondfunctie, ze moeten erop toezien dat alles correct moet verlopen. En ingrijpen. Op dit moment moet men ingrijpen. En we gaan ervan uit dat ze dat vertrouwen nog genieten. En als dat vertrouwen onvoldoende is, hier is de kans van OKB om te laten zien dat ze conform haar gezag en wettelijke verantwoordelijkheid zal ingrijpen om weer voldoende dat vertrouwen uit te stralen. Dat hopen wij. OAS heeft nu al beslist dat ze langer gaan blijven, omdat ze nu al zien dat de verkeerde kant op gaat. Dat zijn twee. Inmiddels zijn we bezig internationaal te mobiliseren. Alles wat we kunnen mobiliseren om de internationale gemeenschap aandacht te vragen aan het proces van de verkiezingen dat nu bedreigd wordt met ernstige interventies waarvan we nu al weten namelijk dat het de verkeerde kant op gaat. Het zijn stemmen van het volk die nu gestolen worden. Het is het democratische recht geweest van het volk om in ieder geval met haar stemgedrag een besluit te nemen om andere politieke partijen nu met de regeerverantwoordelijkheid te belasten waar ze vertrouwen hebben. En dat vertrouwen wordt nu ernstig geschaad. Dat vertrouwen wordt nu ernstig onzekerheid gebracht. En vorige keer is het misgegaan. Daar hadden we samenleven misschien ook onvoldoende gemobiliseerd. Wij gaan het niet laten gebeuren zoals vorige keer. En als we die samenleving vandaag, dat gaan we als leiders beslissen. Als we de samenleving morgen moeten laten oproepen. Hier, om aanwezig te zijn, totdat alles is, dan gaan we dat doen. Maar we willen eerst deze stappen nemen, om te kijken wat de reactie is. Maar het volk wil ik direct oproepen om ready te zijn, om uw recht te beschermen, om die strijd te leveren, dat de democratie gerespecteerd wordt. En namelijk dat de volkswil niet alleen geaccepteerd wordt, maar ook gerespecteerd wordt. En die regering roep ik ook op. Regering, maakt u een keertje bekend en wees sportief dat u de verkiezing heeft verloren. Maakt u dat een keertje bekend. Dat hebben ze nog steeds niet gedaan. 2015.
2015 hebben wij van V7 direct na de verkiezingsuitslag ons verlies geaccepteerd en direct de regeringspartij gefeliciteerd en de regering opgeroepen, gaat u regeren. Dat verwacht ik ook van deze regering. Dat men haar verlies accepteert en ons de ruimte geeft, ons alle ruimte geeft om te gaan naar een overgangssituatie, maar tegelijkertijd roep ik de regering op, namelijk gebruik te maken van haar bevoegdheid om alle instituten alle ruimte te geven om onafhankelijk hun werk te doen. En laat me geen enkel interventies plegen, laten plegen vanuit eerste, tweede of derde lijn. Laat die organen hun werk doen. Anders gaan we in dit land een verkiezingsuitslag krijgen welke niet legitiem zal zijn en dat zal internationale consequenties hebben waarbij wij als land dat niet nodig hebben en wij als samenleving zullen daarvan allemaal het slachtoffer worden. Kijkt u wat er nu in Guyana gebeurt. Many thanks. Thank you. Yes. Thank you. Yes.